Een van de voordelen van een goed team zijn en een effectief team zijn voor mij is dat het product of de dienst of de taak die je levert verrijkt wordt. Vooral als je een divers team hebt waar meerdere perspectieven, verschillende inhoudelijke kennis aanwezig is. En ook verschillende gedragingen tentoon worden gesteld. Dus je hebt vaak wel eens een groepje waarin een paar mensen het heel snel met elkaar eens zijn, elkaar snappen, elkaar zinnen afmaken en elkaar begrijpen naar één woord. En dan zijn er ook altijd een paar die net even anders zijn. Die een ander geluid laten horen. Die het niet altijd meteen eens zijn. Andere ideeën hebben. En die zijn soms een beetje vervelend als je zelf een idee hebt en je denkt, nou, ik wil even snel door. En dan komt net even dat geluid van die collega waar je denkt, oh nee, daar gaan we weer. En uiteindelijk levert dat dus wel iets beters op. Want door die andere vraag ga je wel weer even hard nadenken over, hoe zat dat eigenlijk ook alweer? En kan ik het niet toch verrijken en verbeteren met dat andere geluid dat uit het team komt? Dat is natuurlijk het voordeel van het werken in een team en vooral een divers team. En ik vermoed dat nu met het online samenwerken er heel snel onderrondjes ontstaan en heel snel even heen en weer getikt wordt tussen de mensen die elkaar goed begrijpen en het snel eens zijn met elkaar. Maar stel jezelf de vraag of dat nou wel het beste is. Het werkt misschien heel efficiënt, want je kan heel snel door. Maar heb je daarmee ook echt het beste resultaat bereikt? Dus denk eens even na over jouw team waarin je werkt, waarvan je leidinggevende bent. Wordt iedereen daar gehoord? Doet iedereen mee? En welke geluiden zou je eventueel nog meer kunnen toevoegen aan een besluit, aan een overleg, aan een keuze voor een bepaalde inhoudelijke dossier? Nou, wat dan ook. Welke inhoud het ook betreft. Welke stem hoor je nu niet? En vind je stiekem heel fijn niet, om niet te horen? Maar zou wel heel waardevol zijn. En nodig die collega actief uit om mee te denken en mee te doen. En het scherm wel aan te zetten. Stel dat hij of zij het scherm uitzet tijdens het bellen. En wel mee te doen bij een online vergadering. Ook al heeft hij of zij moeite met online vergaderen. Nodig ze uit. Want ze kunnen zoveel moois toevoegen. Nou, dit om je even aan het denken te zetten. Dus wie ga jij vandaag betrekken? Waar je stiekem geen zin in hebt, maar van je weet dat dat toch wel heel erg handig is. Succes!